Er zijn diverse mogelijkheden om de fileproblematiek in Meerzorg op te lossen. De situatie is nu zo ernstig dat de politie heeft besloten het schoolvervoer richting Paramaribo te begeleiden, opdat schoolgaanden op tijd op school aankomen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat er samen met het ministerie van Openbare Werken wordt gekeken naar de juiste oplossing en de uitwerking daarvan. Een van die plannen is dat er een weg wordt aangelegd bij de voet van de brug. Die het verkeer dan zal omleiden via Biekeuze en verder. Dus dat is een van die opties. Bijvoorbeeld het ingrijpen van de verkeerspolitie. Dat is geen permanente oplossing. Het is gewoon vanwege het feit dat er een verhoogde verkeersdruk is nu. En omdat we nu iets moeten doen, dat men met die maatregelen is gekomen. Ten aanzien van de vreemdelingen die in het land verkeren en hun verblijf vanwege COVID niet konden verlengen, is er een beschikking in de maak. Waarbij mensen dus hun verblijf niet konden indienen of konden verlengen. Ja. Dat we met een beschikking gaan komen om een vrijstelling te geven. Dat de mensen alsnog hun zaken kunnen komen regelen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie woensdag voor aanvang van de raadsvergadering.